Ja, we gaan in een Fendt Ixion toe. Met een lekker stuurcilinder. Kijkt. Nou, we zijn bij de Ixion. Ixion 25. Praatwagen erachter, Pod en Faro. Mooi staalvoercombi. Alleen heb je geen internet behoorlijk te lekken. Cilinder lekt. We gaan deze zijn warm stoken en lossleutelen. Daarna de cilinder lossleutelen. Er zitten 3 bouten aan deze kant en 3 bouten aan de andere kant. En dan moet hij los kunnen. Stuurslangen los. We gaan hem een klein beetje opwarmen. Er zit waarschijnlijk locktijd tussen. En dan draai ik de linkerwicht weer op de linkerpad. Het is niet zo heel warm, maar moet gewoon even een beetje. Een beetje de troep moet er een beetje loskomen. Hier is gewoon even wat minder kracht kost om te demonteren.
Ik heb zo'n vermoeden dat de stuurcilinder niet lek is. De olie komt van veel hoger. En dan heb ik die al losgehaald. Ik sta straks weer vast. Dat, hier zitten een paar leidingen in. Voor mij komt het daar vandaan. Er zit trouwens een dekseltje in de fronthef. In de bok. Hoe noem je dat, van de fronthef. Voor mij zit daar het probleem. Kijk of we de front, de voorraadsvering een beetje op kunnen heffen. Dat zou wel mooi zijn. Met woningen op het water en uitbreiding van bestaan. Achteraf was die banjobouw daar onderin. Kun je het zien? Dat gaatje die was, die zat los. Dat was dus de lekkage. En dan kon niet zomaar een dorp op, want kutschaduw. Ja. Die bout zit niet echt mooi in het midden, dus er moest de cilinder losgesleuteld worden. De bouten hebben we eruit gesleuteld. Je kunt zien daar, twee zitten erin, eentje heb ik eruit getrokken. Om een beetje speling te creëren, daarom moest deze dus ook los. Anders dan kun je bijna niet die cilinder in beweging krijgen. En we gaan hem even gaan testen. Dus alleen één bout vastdraaien en dan kijken we even of hij dicht is. Yeah.
is leeg. Ja, accu, denk ik. Maar lekkage is verholpen. En hij zit weer in elkaar. Een probleempje met het draadeind van de fuseekogel. Hebben we opnieuw draadeind opgetapt. Die hebben we met behulp van de boerenboer weer in elkaar gezet. Een beetje het stuur draaien, een beetje sleutelen. Dus dat draait weer. Ik kan weer stal voeren. Dan gaan we in de volgende klusje. Volgende week op vakantie. Dus er is nog even wat te doen. Alles even afmaken. Dan kunnen we met gerust hart die kant op.